het volksfeest gaat dit jaar niet door in Heemskerk. Mm-hmm. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel jammer, maar vanwege corona is het wel logisch. Dus... Ja, je hebt ook al aanzien komen. Ja, ik weet niet precies wanneer de feestweek hier is, maar... 2 september. Ja, dat is nog wel altijd... Het is wel heel veel later, dus ja, ik weet niet of ik... Nee, ik zag het niet echt aankomen. Want uitgeest gaat ook niet door en dat is in juli, dus dat zal ik wel aanzien komen. Maar in september snap ik hem nog niet helemaal. Vind je het raar dat bijvoorbeeld de feestweek dan niet door kan gaan, maar dat er wel geprotesteerd mag worden in Amsterdam? En door heel Nederland eigenlijk? Ja, het is meer dat het hier natuurlijk ook heel druk is en de demonstraties was weer niet te verbieden. En het is, ja, ik snap het ook niet helemaal, maar aan de ene kant snap ik het ook weer wel. Het volksfeest gaat dit jaar niet door. Wat vindt u daarvan? Dat meen je niet. Ja, dat gaat er nu, ja. Vreselijk, ja. Ging u er zelf altijd naartoe? Absoluut. En wat vond u dan het leukste? Nou ja, alles. 3 dagen was het gewoon een volle feest. Dus alle 3 dagen kon je niet missen. En wat maakt de feestweek van Heemskerk nou zo speciaal? Ja, ik denk dat dat betrokkenheid van de hoeveelheid mensen die deelnamen, en dat maakt het zo gezellig. En ook omliggende gemeenten, Kastrikum, Bezuwijk, Uitgeest, iedereen participeerde mee en dat maakt het natuurlijk bijzonder. Maar wat vindt u dan? Wat vindt u ervan dat het zo'n demonstratie wel door kan gaan en in Heemskerk? Ik vind het echt niet kunnen. Nee? Nee. Maar snapt u wel waarom mensen demonstreren? Oh, ik snap het wel, ja. Maar het is, ik denk dat wij moeten nu demonstreren tegen coronamaatregelen. Ja, dat zijn ook demonstraties. Dat is nu het allerbelangrijkste. Ik denk dat het dit opgezette spel is. Daar gaan we allemaal mee doen. Maar krijg je juist door die demonstraties niet nog meer corona? Nee, ik... Als je gaat demonstreren... Ja, misschien wel, maar... Dit gaat nu de verkeerde kant op, hè. Ik geloof me ook wel best wel dat het virus spreidt, dat mensen ziek worden, dat mensen doodgaan. Maar ik denk dat zoals regeringen en zoals de hele wereld het virus willen aanpakken, dat dat op de verkeerde kant gaat. Bijvoorbeeld een feestweek wordt afgelast door corona natuurlijk, omdat we die afstand moeten houden. Maar tegelijkertijd zijn er wel demonstraties tegenover het racisme. Wat vinden jullie daarvan? Nou, ik vind over de top. Over de top? Over de top, ja. Ze hebben totaal geen idee waar ze op het moment mee bezig zijn. Beelden stormen en... Dus ik heb het er niet mee. Nee? En ik ben geen racist. En ik denk dat eigenlijk ook niks meer mee te maken heeft waar ze eigenlijk voor staan. Meisjes van 13, 14, 15 jaar en een babbel hebben van heb ik jou daar. Nou, sorry. Het volksfeest gaat dit jaar niet door in Heemskerk. Ik heb het gehoord, ja. Wat vindt u ervan? Ja, jammer. Ja? Ja, ik snap het wel. Maar heel jammer, heel jammer. U ging er elk jaar naartoe? Jazeker, ja, ja, ja. En wat vond u dan het leukste van de... Draverij. Door de draverij? Ja. Ja. In de kroegen natuurlijk. En wat betekent de feestweek voor u? Ja, lekker uit en al je maatjes weer zien en zo. En de hele dag lekker buiten met elkaar en gezelligheid. Bent u nog van plan om iets anders te gaan doen in plaats van... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we even lekker een biertje gaan drinken. En wat vindt u dan precies van dat dit wordt afgelast, de feestweek bijvoorbeeld, en dat racisme demonstraties wel door kunnen gaan? Ja, nou ja, kijk, dat was denk ik een beetje onvoorzien dat het zo druk zou worden. Ik denk niet dat maar het gebeurt, de bedoeling was. Maar... Het gebeurt een paar keer in de week tegenwoordig ongeveer, de demonstratie. Ja, maar ja, ik denk een demonstratie is toch wat anders dan een volksfeest. Het volksfeest kan dit jaar niet doorgaan in Heemskerk. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is wel jammer natuurlijk. U ging er wel regelmatig heen, elk jaar? Elk jaar, hè. En wat... De vrouw heeft zelf vrijdag voorgenomen, vakantie voorgenomen, dus... Dat is een beetje verkeerde timing dan? Ja, eigenlijk wel. Zonde. Maar gaat het wel of niet door? Het gaat niet door? Het gaat niet door. Nou, dan gaan we op vakantie. Dat is ook makkelijk gezegd. Wat vindt u het leukste van de kermis, van de feestweek? De feestweek, nou dat vind ik toch wel dat je een rondje door het dorp kunt doen en dan vooral evenementen kunt bezoeken. Dus het is wel heel jammer dat u dit jaar niet doorgaat? Ja, precies.
Wat vinden jullie ervan dat bijvoorbeeld dan de demonstratie wel door kan gaan tegenover racisme en de feestweek wordt afgelast? Ja, ik heb daar eigenlijk helemaal geen mening over. Kijk, dat is iets wat ieder voor zichzelf moet weten. Of je nou oordeelt over blank of zwart, of voor mij is iedereen gelijk, dus het maakt mij niet uit. Dus het is alleen jammer dat een hoop tradities verloren gaan. Het volksfeest gaat dit jaar niet door. Wat vindt u daarvan? Ja, daar ben ik al jaren niet meer geweest. Ja, voor een hoop mensen is het jammer, denk ik. Die leven daar toch een heel jaar naartoe. En waarom? Ja, ik zelf vind het niet zo heel erg. Ik zoek het niet meer op, die druktes dus. Maar nee, waar komt dat dan door? Wat zeg je? Waar komt dat dan door, dat u dat niet meer opzoekt? Nou, het is me te druk geworden. Maar in mijn jonge jaren ben ik er nog wel geweest, een paar keer. Maar ik kom hier niet vandaan, vandaar. En zo. En wat vindt u ervan dat demonstraties tegenover racisme dan wel door kunnen gaan en een feestweek bijvoorbeeld niet? Ja, dat valt onder de evenementen. Ja, en dat andere, dat is dan weer een verworven recht, hè. Het staken en het... dit valt onder de evenementen, denk ik, ja, dat het daarom niet doorgaat. En hoe staat u zelf tegenover racisme? Nou ja, ik vind het goed dat er nu een hoop aandacht aan besteed wordt. En dat was in onze tijd wat minder. Ja, dat heeft u ja, wel door. Ja, dat heeft ook te maken met de tijd waarin je leeft. En er gebeuren nu zoveel dingen en ja, alles verandert. En... Waar kan je dat dan aan merken, dat het zo verandert? Ja, waar merk je dat dan, de verandering? We hebben ook heel veel welvaart gehad, misschien daardoor. Te veel. En dan komen er veel meer mensen, die komen het hier ook halen. Het volksfeest in Heemskerk mag niet doorgaan dit jaar. Wat vinden jullie daarvan? Ja, op zich vind ik het niet zo onrampig om heel eerlijk te zijn. Maar er zijn wel heel veel mensen die het echt heel erg vinden. En dat vind ik jammer. Het is ook jammer. Maar ik kan er persoonlijk wel mee leven om heel eerlijk te zijn. Gingen jullie elk jaar? Nou, soms een jaartje ook niet, soms een jaartje wel. Net zoals het uitkomt eigenlijk. Maar voor de meeste mensen vind ik het echt heel jammer. Want er zijn veel mensen die kijken het hele jaar er naar uit. En als het dan niet doorgaat, is het heel zuur. Dat vind ik echt. Wat zijn het leukste van de feestweek? Nou ja, sowieso dat je het bekende tegenkomt, hè? Ja, zeker. En de gezelligheid. En dan merk je echt dat je in een dorp woont, om het zo maar te zeggen.